is vandaag... welke dag is vandaag? Het is vandaag dinsdag. En ik ben hier samen met Verona. Ik was wat eerder uit van school, want ik heb toetsweek. Dus daar was ik wel blij mee. Ik kan me wel verslapen, dus mama heeft me, is heel lief geweest en heeft me gebracht. Heel leuk nieuws, want we waren op zoek naar een flatcoat. Eentje tussen de 0 en de 5 volgens mij. En we hebben nu eentje gevonden. Het was wel allemaal heel kort. Mama heeft anderhalf uur samen met die mevrouw in de lijn gezeten. Is er uitgekomen dat we morgen er gaan ophalen. Dan blijft ze voor een tijdje bij ons. En dan als het niet klikt, dan gaat ze terug. Want het klikt tussen Alice. Dat is een hondje, die is 4 jaartjes oud. Het is een hond met een hele goede bloedlijn volgens mij. En die gaat dan waarschijnlijk eerst een tijdje bij ons. En dan als ze loops is, dan gaat ze terug. Als ze dan bijna gaat bevallen volgens mij, gaat ze dan weer daarheen. Dan mag ik ook bij de geboorte zijn. En dan wordt daar een pupje. De pupjes die worden dan opgevoed. En dan gaat zij waarschijnlijk samen met een pupje weer mee naar huis. En dan hebben we honden. Ze heet Java volgens mij. Maar we denken dat we Bella gaan noemen, maar dat weet ik niet zeker. Ze wonen ergens in Brabant, dus daar gaan we morgen heen. Het is vandaag woensdag. Woensdag. Ik heb net 3 toetsen ingehaald en dat ging best wel erg goed. Ik heb ook mijn cijfer terug voor biologie. Ja, dat was wat minder. Het is een beetje naaiend, want ik had een 5,4. En met de 5,5 natuurlijk voldoende, dus een beetje naar. We gaan iets leuks doen. Jullie hebben het waarschijnlijk op Instagram al kunnen zien. Wij zijn op zoek naar een tweede hondje. Ja. Dat is omdat Alice wat oud en stam aan het worden is. En zo kan zij de nieuwe hond nog even begeleiden in het... Nou, zich thuis voelen denk ik. Oh ja. Zoiets. Dus ik hoop dat ze nog een paar jaartjes samen hebben. Ja. Dan wilden we eerst eigenlijk wel een pup. Maar pups kunnen natuurlijk heel makkelijk een huisje vinden. Ja, en zijn laatst heel erg duur door de coronatijd. Ja. Want zijn nu allemaal coronahonden. Mensen die eigenlijk niet meer buiten kwamen en dachten, nou ik neem een hond. Dus pups zijn daardoor echt heel duur geworden. Maar dat geeft niet. Dat is een reden. Ik bedoel, je kunt wel betalen, maar ik had toch zoiets van, nou, er komen nu ook steeds meer honden die een huisje nodig hebben. Ja. Om wat voor reden dan ook. Dat hoeft niet met corona te maken te hebben. Maar je merkt wel dat nu alles weer open gaat en mensen weer naar kantoor mogen en de mondkapjesplicht afgeschaft is in de supermarkt en zo, merk je dat de asielen zo langzamerhand een beetje voorlopen beginnen te stromen. Dus toen dacht ik, ja, misschien is het dan beter voor de maatschappij in de wereld als we niet een pup adopteren, maar een hondje die al wat ouder is. Ja. Dat heeft ook te maken met dat... Nou wilden we sowieso heel graag een flatcoat, want Alice is natuurlijk een flatcoat. Dus ik heb een berichtje op Instagram geplaatst, maar ook op Facebook. En nu hebben we een mevrouw en die heeft een hond. Die is 4, die wordt in augustus 5. En die is Foxter, maar de hond past niet in de roedel. Ze heeft er 7. En ja, ze past gewoon niet. Dus niet per se een coronahond, zeker niet. Maar ze is al wel gewoon het hele leven bij deze mevrouw geweest. Is toen naar een ander huisje gegaan omdat ze niet in de roedel past. Ze terroriseert de moeder. Sommige vullens doen dat ook. En zij kan de moeder echt aan haar oor door het huis heen slepen. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke bedoeling. Maar ze heeft dat dus niet met andere honden. Ze heeft het echt alleen maar met haar moeder. Dus moeder en dochter samen is niet het beste idee in Nederland. Dus voor de dochter wordt nu een ander huisje gezocht. Die heeft ook waarschijnlijk een wat kleinere roedel nodig. Want zij is er al 7. En als de moeder erbij is, kan ze de hond nogal op stel te zetten. Terwijl als ze met 1 of 2 andere honden is, dan doet ze dat dus helemaal niet. Dus nu is het idee dat wij haar op gaan halen. En dat zij dan met ons mee naar huis gaat. Kennis gaat maken met Alice.
Natuurlijk staat Alice wel op de eerste plaats. Dus mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken. Ik ga ondertussen even boodschappen. Ik zie je zo. Mocht het om wat voor reden dan ook. Oh, sorry schat. Ik moet nog uitstappen. Ja, maar ik dacht nog doorrijden. Ja, maar. Oké, tot zo. Mocht het om wat voor reden dan ook niet met Alice goed gaan. En natuurlijk moet ze eerst even rennen en zo. Maar dan mag de hond natuurlijk gewoon weer terug. Want ik ga niet Alice uit haar huis jagen of een rotgevoel geven of wat dan ook. Om een andere hond een fijn huisje te kunnen geven. Dat vind ik niet eerlijk. Nou, de prognose is dat het allemaal goed moet komen. Omdat Alice natuurlijk sowieso al vrij onderdanig is. Maar het is haar huis. En deze hond zou er dus nieuw bij komen. Dus die heeft dan wat minder te vertellen. Dus ja, het is wel heel spannend, maar ook wel heel erg leuk. Met een pup heb je dat soort dingen minder. Maar ja, deze is dus 4 en heeft een nieuw huisje nodig. Dus wij gaan naar Brabant. En we gaan eerst even wat eten halen, want er was niet zoveel meer in de koelkast. Wel avondeten, maar geen middageten. En dan van daaruit gaan we haar dus halen. We gaan haar Jessie noemen. We gaan haar Jessie noemen. En jullie gaan het meemaken. Stelling gedaan en met voltes dat ik dan recht maak, stelling naar binnen, weer recht maak en dan soms als ze te snel naar rechts wou dat we dan de stelling de andere kant op deden en we hebben proefje geoefend. En in je losrijden, wat heb je daarin gedaan? Losgereden. Heb je daar nog bepaalde dingen in moeten doen? Ja, vooral stelling eigenlijk voor de rest. Want wat jij zegt heb ik gezien, maar toen was je al 20 minuten, een half uur aan het rijden. Dus wat heb je daarvoor gedaan? Wat heb ik daarvoor gedaan? Heb ik dat gedaan? Leuk hè, zulke vragen van me. Lang en laag gedaan blijkbaar. Maar je weet niet meer hoe. Ik vind het leuk, Tess. Ik vind het leuk. En het is je ook nog eens vergeven hoor, want ik ging vandaag ook rijden dat ik dacht, wat moest ik ook alweer doen? Dus vandaar dat ik ook de vraag aan jou stel, dat je jezelf, eigenlijk merk ik dan nu ook aan mezelf, dat je eigenlijk nog bewuster de dagen daarna moet denken, oh ja, wat moest ik ook alweer doen? Wat hebben we gedaan? Wat moest ik doen? En heb je misschien iets gevoeld wat, dat je dacht, hé, dat werkte? Dat je dat dan ook goed opslaat? Nou, we hebben wel lange laag gedaan. Dan het kwartje begint te vallen. Hij hangt halverwege. En je hebt niet stiekem je beugels weer korter gedaan, hè? Nee. Oh ja, we hebben ook gewerkt met mijn zit. Maar dat zei ik al. Dat was de dag ervoor. Ja, maar dan als ik dan ging er goed zitten. Ja. En dan gingen we lang en laag doen. En dan liep ze heel vrij. Heel vrij. Zo vrij als een vogeltje. Ja, maar ik weet niet of ik dit moet uitleggen, want het zit vaag in mijn gedachten. Nee, maar dan heb je een soort gevoel dat ze onder je kan bewegen zonder dat... Je je best ervoor hoeft te doen. Ja. Kijk, dat willen we. Doe mij die maar alsjeblieft. Ja, ik weet niet meer hoe, maar... ik heb het wel gedaan. Denk hè, als je zo rijdt, hoe zou je zo'n paard nou losser door het lijf kunnen krijgen, daar naartoe kunnen helpen
Om door zelf los van mijn lichaam te zijn. Dat zeker, dat staat bovenaan. En dan? Wat moet er in haar lijf gebeuren om... Zeker? Nou, je moet met het achterbeen... Moet je... die moet je naar voren krijgen. En dan kan je aan de voorkant... Je moet achter de energie erin stoppen. Zodat je dat aan de voorkant kan, de goede kant op kan helpen, brengen. Goede richting in kan helpen. Oké, okay, nou, top. Zoals ik al zei, doe mij die maar. Probeer je hier meteen vanuit je kuit mooi dat achterbeen naar voren toe te drijven. En daar aan de voorkant te voelen. Waar zit de verbinding? Waar heb ik nog iets extra's nodig? En het is ook niet dat ze keihard hoeft te stappen, dat ze overhaast gaat. Daar, twee teugels. Twee teugels, goed zo. Daar. En blijf zachtjes voelen met je kuiten dat je dat achterbeen naar voren toe hebt. Zo, dus niet eens zozeer met je onderbeen, maar echt vanuit je kuit. Dat je voelt, daar is een voorwaartse beweging tussen mijn kuiten en haar achterbenen. En die breng ik van voor de goede kant op. Zo, ja. En als ze dan zo mooi laag is, dan laat je ze nog een beetje meer doorstappen. Totdat je daaruit aan kan draven en die hals mooi los kan blijven. Ik wil hem toch nog een keer, omdat ik graag zeur. De overgang zelf vond ik heel goed. Vond je ook niet dat ze in de draf een beetje te lang... Was een beetje te braafjes, hè? Niet dat je nu moet denken aandraven, woepa, naar de overkant. Maar dat er net meteen in de draf iets meer energie in zit. Ja, dus hier in de stap, goed zo. Doe het nog een keer. Want misschien moeten we wel in de stap dus al iets die energie maken. Met je kuit, met je kuit. Ook hier, hè, dat je dat achterbeen naar voren houdt. Zo, ja, dus stap maar naar voren, stap maar naar voren, stap maar naar voren. Die hals de goede kant op brengen. Stap naar voren. Totdat je voelt, ze stapt naar voren, die hals is laag. Nu hoef ik alleen nog een beetje met mijn bil te duwen en dan draaft ze aan. Ja, wachten tot die hals mooi laag is. Daar. Goed, heel goed. Zo, ja, voelde je dat je zelf nu ook dacht, hoep, hij gaat al. Goed zo, dit is heel goed. Denk meteen mooi aan je polsen. Aan een glasje met wijn. Vergeet ik nog die stomme glazen mee te nemen. Goed zo, twee teugels, daar. En hier in de draf meteen weer voelen. En als jij denkt dat het kan, Tess, ga je naar die draf verruimen, hè? Of was dit draf verruimen? Dus zodra het kan, ga je meteen kijken, kan ik die draf verruimen? Ja, goed. En echt terug, echt door de hoek. Zo, ja. En jij voelt tussen je hand en been hoeveel je kan rijden. Zo, als jij denkt er zit nog iets, dan kan het. Maar als het er niet zit, dan doen we het niet. Zo, ja. Daar, niet die hals korter maken. Daar, recht naar gevelijk. En kijken, zit die middendrafter, zit die middendrafter? Ja, en weer terug. Als ze stapt, ontspannen. Kijk naar de E. En laat die hals strekken op die lijn. Zo, laat zakken, laat zakken, laat zakken. Dus die, hoe lager en meer naar voren die neus, hoe meer je middenstap hebt, hè? Het is inmiddels een tijdje later. Ik heb vandaag les gehad en proefjes geoefend. In het begin ging het best wel erg goed, maar uiteindelijk ging het wat minder. Ik kon de mensen boeien. Uiteindelijk ging het wat minder omdat ik best wel heel erg veel stress kreeg. En daardoor zette ik mezelf vast, ging het regenen, werd het nog erger. En toen, ja... Toen ging het niet zo lekker meer. Tokio, als je het maar waagt. Tokio! Nou ja, dus dat ging niet helemaal lekker. Volgende keer beter. Hier leren we ook weer dingen van. Dus het ging gewoon niet zo lekker. Ik ben er niet heel blij mee, maar afgelopen. Tokio! Ik ga nu mijn spullen opruimen. Verona is in de les zaterdag, Maar ik ga nu even mijn spullen opruimen. En dan...